Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In onze omgeving wordt veel bewolking aangevoerd vanuit het westen. Er is minder bewolking aanwezig boven Frankrijk en in het Alpengebied, en dat heeft te maken met een hoge drukgebied. Dat ligt daar boven die omgeving en zorgt voor rustige condities. En het blijft daar ook veelal droog, maar in onze omgeving hebben we last van een storing die morgen in de loop van de dag naar het zuidoosten trekt. En het zal wat regen gaan opleveren. Maar voor vanavond en vannacht is het nog overwegend bewolkt en droog. Soms valt er een beetje lichte regen of motregen, maar vaker is het dus droog. En de temperatuur daalt naar 4 graden in het zuidoosten van het land, tot 7 of 9 graden in de kustprovincies. En morgen hebben we overwegend grijze wolkenluchten. En vanuit het noordwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen of motregenen. Het is wel vrij zacht, met 8 graden in het oosten van het land tot 11 graden in de kustprovincies. En verder staat er een matige zuidwestelijke wind. Op zondag is het beter: de zon komt dan af en toe tevoorschijn, de storing met regen trekt naar het oosten weg. Het klaart dus af en toe op en de temperatuur ligt tussen de 8 en de 9 graden. Alleen in het noordoosten zou er misschien nog een enkele bui vallen. En verder draait de wind naar het westen. Op maandag hebben we weer te maken met een zuidwestelijk wind en wordt het een graadje minder zacht dan het komende weekend. 7 of 8 graden. Het is wel vrijwel droog met af en toe de zon erbij. Op dinsdag zijn er weer meer wolken en dan ligt het kwik tussen de 6 en de 8 graden, en lokaal valt er wat lichtregen of motregen. En als we kijken naar de kans op winterweer, dan is dat voor de komende dagen vrijwel niet heel te noemen, maar woensdag. Volgende week woensdag gaat die kans geleidelijk aan omhoog. Maar voorlopig blijft het dus nog vrij zacht voor de tijd van het jaar. Ik ben Diana Woei van weerblazen.nl.